Money time in de Jupiler Pro League en een spannende bekerfinale. Let's go! We beginnen met een Franse verdubbelaar, want Troyes neemt het op tegen Nice. Nice wint 3 van zijn 4 onderlinge duels tegen Troyes. Gaan gewoon opnieuw winnen. En Philippe Clement en co. met Monaco tegen Montpellier houden ook de 3 punten thuis. Samen uiteraard een mooie verdubbelaar bij niemand anders dan Unibet. Wie mag de cup omhoog steken? Zal het KV Mechelen zijn of Antwerpen? Niet vergeten, Antwerpen heel erg goed bezig. Slikken nagenoeg geen doelpunten. Hebben een veel betere defensie dan KV Mechelen. Bewijzen ze ook onderling. 7 doelpunten gescoord in de laatste 2 onderlinge duels. 0 doelpunten tegen. Ik zou zeggen, Antwerpen scoort minimum 2 doelpunten. Antwerpen wint de cup. Genk ontvangt Club Brugge dat enorm hard uithaalde op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Maar dit KRC Genk kan een remonte vormen, kan dat ook vasthouden. Maar dan moeten ze wel al hun thuiswedstrijden winnen. Onderling ziet het er niet zo goed uit, want Brugge zit in de betere papieren. Winnen wel 4 van de 5 laatste onderlinge duels. Maar KRC Genk thuis dit seizoen is nagenoeg ongenaakbaar. En de laatste 5 onderlinge duels zien we ook minimum 3 doelpunten. Ik ga daarom ook voor de Limburgers. KRC Genk wint en ongeldig bij een gelijkspel. Dus bij een gelijkspel krijgen we onze inzet terug. En we zien minimum 3 doelpunten in deze wedstrijd. Ajax, PSV, en wat kunnen we daarvan zeggen? Ooit waren de Borsjes toch wel nagenoeg helemaal omgekeerd. Maar de laatste 4 van de 5 onderlinge duels wint de Lampenclub gewoon tegen Ajax. Tegen het grote Ajax. De laatste 4 van de 5 gewonnen. En 5 van de 5 zien we minimum 3 doelpunten. Om het kort samen, bondig samen te vatten, zie ik PSV hier toch wel in het voordeel. PSV wint ongeldig bij een gelijkspel. En we gaan minimum 3 doelpunten zien, maar ik heb een speciale genomen. Ik heb de Asian over 3 goals genomen. Wat wil zeggen, bij 3 doelpunten krijg je je inzet terug. Valt er 3 of meer goals, dan is je weddenschap winnend. Beide tips single. De 1x2 voorspellingen voor deze week, die kunnen jullie hier zien. Ik heb er weer 3 uitgekozen en we hebben ook een mooie combo booster van 4% bij 3 wedstrijden. Deze loopt stelselmatig op naarmate je meer wedstrijden toevoegt. De 3 teams die ik heb gekozen die dit weekend zullen winnen, dat zijn Gent, Genk en Antwerpen. Risk management, jullie kennen het. We bouwen op van een klein risico en we gaan stelselmatig doorbouwen naar de derde. We beginnen in de Ligue 1. Paris Saint-Germain zal heel erg makkelijk winnen van Lorient. Vervolgens gaan we naar Spanje toe, waar Barcelona de meerdere zal zijn van Betis. En dan hebben we 2 wedstrijden in Engeland. Brighton tegen de Wolves. Brighton zie ik winnen tegen de Wolves. En Leicester zal ook de meerdere zijn van Everton. En met een hele hoge quotering, een goede daredevil, zou ik zeggen dat Schalke 04 kan winnen van Mainz. Boost your odds, jongens en meisjes, ik herhaal het nog een keer. Hou het dagelijks in de gaten. Het tabblad, verhoogde notering, superbelangrijk. Wil je de boost op een tweede manier vinden, kan je altijd in de zoekbalk het woord expert induwen of verhoogde notering. Ik heb er deze week een speciale van mijn collega Rory gekregen en dat is een Formule 1 boost, want hij ziet Leclerc winnen voor Sainz en Hulkenberg voor Magnussen. Voor de tweede boost gaan we naar het voetbal toe, waar we toch wel Barcelona minimum 3 doelpunten zien maken tegen Betis. En Madrid die gaat winnen aan de rust en op het einde van de wedstrijd. Veel succes en let's go. Dat was hij voor deze week. Ik kan niet onderuit. De bekerfinale in België. Zal het KV Mechelen worden of Antwerpen? Ik had het graag vernomen van jullie in de comments, met een bedslip. Maak er een mooie bedbuilder van. Ik ga er zeker op reageren. En ik ga de mijne alvast ook posten. See you next week. Dimi out.